De president heeft aangekondigd dat er een nieuwe regel is voor mensen die grond bezitten. Stel u voor dat u een stuk land in Suriname bezit, maar uw grondtitel is verlopen. Dat betekent dat deze niet meer geldig is. Nou, we hebben dan goed nieuws voor u. De president heeft besloten om ervoor te zorgen dat u uw land niet kwijtraakt. Vanaf 1 september 2023 kunt u voor een periode van een jaar uw grondtitel vernieuwen. Dat betekent dat u nog steeds eigenaar bent en niemand anders uw land kan overnemen. Als u het land aan uw erfgenamen wilt overdragen of als u bent overleden, hebben uw erfgenamen alleen het recht om de grondtitel te vernieuwen. Zo blijft het land in de familie en niemand anders kan het inpikken. Dit is allemaal gedaan om ervoor te zorgen dat niemand zijn land verliest zonder te weten wat er gebeurt. Voor alle zaken betreffende grondproblemen kan er contact worden opgenomen met de afdeling grondzaken van het kabinet van de president via het nummer 8999511. Meld dan uw volledige naam en u wordt verder begeleid. De president waardeert alle investeringen die u in uw land heeft gepleegd en wil ervoor zorgen dat u allemaal uw land kunnen behouden. Onthoud dat alleen in speciale situaties die in de instructies staan en notarieel zijn geregistreerd, land aan derden kan worden gegeven. Dit is om ervoor te zorgen dat alles eerlijk en transparant verloopt. Dus samengevat, als u grond heeft in Suriname en uw titel is verlopen, maakt u geen zorgen. U kunt het vernieuwen en blijven genieten van uw eigendom.